De ministers van Volksgezondheid en Sport en Jeugdzaken, respectievelijk Antoine Elias en Lalini Gopal, hebben zich de afgelopen periode georiënteerd op diverse beleidsgebieden aangaande hun ministeries. Minister Elias bracht bezoeken aan gezondheidscentra in de districten Saramaka en Koroni. Het streven van de minister is de polyklinieken te Kampong Baru, Groningen en Totnes uit te breiden met specialistische zorg die te maken heeft met kindergeneeskunde. Met de RGD wordt ook nagegaan hoe de apotheken van het staatsziekenfonds over te nemen. Het is de bedoeling dat de zorgverlening bij de zorgverlener blijft en de verzekeringen bij de verzekeraar. De bewindsman wil tevens hospitalen opzetten in de districten Koroni, Saramaka en Kommerwijnen. Sportminister Gopal daarentegen heeft inmiddels een overzicht van de uitdagingen op haar eigen ministerie. Personeelsleden vragen onder andere om betere werkomstandigheden. De minister wil graag dat het personeel gemotiveerd blijft en beloofde te zorgen voor betere accommodaties en faciliteiten.